Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanuit de lucht de wolkenvelden boven ons land, maar er zijn ook opklaringen. En in opklaringen is vannacht mist ontstaan. En die mist bevindt zich vooral in het zuiden van het land, maar de mist lost in de komende uren snel op. En dan hebben we verder een mix van wolken en zon en een temperatuur vanochtend van 15 graden en niet al te veel wind. Vanmiddag kan er een enkele bui vallen, vooral landinwaarts, maar de zon breekt ook geregeld door en het wordt 18 tot 20 graden en dat is normaal voor de tijd van het jaar. Vanavond koelt het af naar 15 tot 17 graden, er zijn opklaringen en lokaal kan er nog een enkele bui vallen. En morgen blijft het op de meeste plaatsen droog, de zon schijnt geregeld tussen de stapelwolken door en het wordt opnieuw 18 tot 20 graden, maar er staat meer wind vanuit het noordwesten, windkracht 4 aan zee, boven land windkracht 3. De dagen daarna blijft het vrijwel overal droog. Dinsdag en woensdag ligt de temperatuur nog rond de normale waarde voor de tijd van het jaar, zo'n 17 tot 19 graden. Maar donderdag gaat het kwik omhoog naar 21 graden, want de wind gaat draaien naar het noordoosten. Dit is Diana Woei van Weerplaza.nl.